En super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik zit weer eens in deze setting, omdat ik de afgelopen tijd echt een beetje moeite heb met belichting. En ook hier lukt het niet echt. Het komt gewoon door het grauwe weer. Sorry, ik hoop niet dat jullie het goed kunnen zien. Want vandaag ga ik met jullie nieuwe Catrice producten testen. Of tenminste met jullie. Ik ga ze voor jullie testen natuurlijk. Ik heb hier een wenkbrauwpaletje. Ik heb een mascara, concealer, foundation, een eyeliner pen. En ik heb hier twee hele mooie lipsticks. Dus die ga ik vandaag allemaal voor je testen. Ik hoop in ieder geval dat je zin hebt in de video. Het zijn in ieder geval producten die allemaal binnenkort in de winkels komen te liggen. En ik ben altijd mega excited over de nieuwe producten die gewoon standaard in het assortiment komen. Dus ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog en dan gaan we heel gauw beginnen. In deze video test ik alleen maar make-up producten uit. Maar ik heb ook de Hydro Plumping Serum ontvangen. Dat is deze van Catrice. En dit is dus huidverzorging. Catrice heeft nu voor het eerst ooit huidverzorging uitgebracht. Verschillende soorten producten. En ik ben hier mega benieuwd naar. Dus laat even weten of jullie dit product op mijn blog willen zien. In een weekvlog willen zien. Laat even weten, want ik ben heel erg benieuwd. Ik heb een droge huid. En dit is dus een Hydro Plumping Serum. Moet goed zijn. Ik heb in ieder geval alvast een primer aangebracht, aangezien ik die niet heb ontvangen van Catrice. Maar die is ook toevallig van Catrice uit een vorige assortiment update. Dit is de Hydrating Prime and Care Spray. Deze heb ik ook een keer voor jullie getest. Hebben jullie in een eerdere Catrice test video dan ook gezien? Hij is bij mij echt bijna op. Ik gebruik hem ook echt best wel veel. Dus dat is ook echt een budget topper. Maar nu gaan we beginnen met een concealer. Ik begin met de concealer in plaats van de foundation. Omdat ik deze product opgestuurd heb gekregen van Catrice. Wat betekent dat het niet allemaal helemaal 100% mijn kleuren zijn. Dit is namelijk de Catrice Instant Away Concealer in de kleur 005 Neutral Light. Normaal gesproken heb ik 010, soms 9 van de 10 keer zelfs 020 van Catrice. Dus 005 gaat heel erg licht zijn. Deze concealer belooft in ieder geval cover, dus een goede dekking. Hydrate, dus hij zorgt voor hydratatie voor je huid. Ideaal. Ik heb een droge huid, zoals ik net al zei. En hij is anti-wrinkle. Dus hij zou rimpels moeten verwijderen. Ik geloof niet zo dat een concealer dat doet. En ik heb sowieso zoiets van als je ouder wordt krijg je rimpels. So what? Hoort erbij. Maar goed, dat zijn in ieder geval de beloftes die hij doet. En ik heb dus kleurtje 005. Het is in ieder geval zo'n puffy concealer. Ik zal hem eventjes aan jullie laten zien. Dit is dus hoe de concealer eruit ziet. En hij heeft dus zo'n puffy applicatortje. Waar je hier zo aan moet draaien. En dan komt er op een gegeven moment, als het goed is, product uit. De eerste keer duurt het altijd wel eventjes. Dus ik draai eventjes door. Oh ja, oké. Daar zie ik product komen. En dan gaan we dat aanbrengen. Ik doe het in ieder geval hier zo onderaan. Dit is inderdaad echt wel een lichte kleur. Ideaal, want dan heb je ook voor hele lichte huidjes een concealer die misschien zelfs nog wel lichter is dan hun huid. Dat is vaak lastig vindbaar, weet ik van vriendinnen en andere meiden die ik volg op YouTube. Dus dat is top. Volgens mij hebben ze een kleur of 5. Ik weet niet zeker. Voor een hele donkere huid is er volgens mij niet echt wat. Maar voor een lichte dus wel. Ik vind deze applicator in ieder geval heel erg fijn werken. De substantie voelt niet mega dik, niet mega dun. Hij glijdt over mijn huid. Dus het is niet zo'n hele dikke substantie waarvan ik denk, moet dit? Tot nu toe, first impression, erg goed. Ik ga hem in ieder geval inwerken met mijn Real Techniques sponsje. Die ziet er een beetje gekkig uit. Want ik heb laatst natuurlijk een lipstick video voor jullie gefilmd. Dat is een beetje nog de lipstick kleur. Geeft gelukkig niet af. Maar daarmee ga ik het inwerken. Oh, dat gaat echt wel heel erg makkelijk. Het is inderdaad een relatief lichte concealer qua substantie. Dus hij is makkelijk om mee te werken. Maar ik ben dan wel heel erg benieuwd hoeveel coverage die heeft. Wat dekking. Want hij zegt natuurlijk dekking te hebben. Op zich, hij heeft wel dekking. Maar ik zie hier nog wel wat donkerdere plekjes er doorheen komen. Dus het is niet zo dat ik denk van als ik dit gebruikt heb, dan hoef ik vervolgens helemaal geen foundation meer. Tenzij je natuurlijk geen full coverage wil. Het is maar net wat je wil. Ook onder mijn ogen vind ik hem eigenlijk best wel fijn werken. Tot nu toe is het ook niet zo dat hij in de lijntjes trekt. Overigens staat hier zo mijn spiegel. Dus vandaar dat ik vaak die kant op kijk. Dat had ik nog niet eens gezegd. Maar als ik hem hier neerzet, dan wordt het half beeld geblokkeerd.
Dus vandaar. Nou, behalve dat het niet echt mijn kleur is, want hij is echt gewoon te licht voor me, moet ik zeggen dat ik hem heel erg fijn in gebruik vind. Ik vind hem makkelijk werken. Ik vind de applicator heel erg fijn. Hij blendt heel erg makkelijk in mijn huid. Tot nu toe gaat hij ook nog niet in de lijntjes zitten hier. Dus ja, top. En zeker voor mijn droge huid. Daarop zien heel veel concealers die wat dikker zijn er al snel een beetje cakey uit. En dat is hierbij eigenlijk niet het geval. Goed, gaan we verder met de foundation. En dit is dus de Poreless Perfection Mousse Foundation. Hij is siliconenvrij en ik heb hem ontvangen in kleurtje 010, een neutral nude. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. Als ik de kleur op de verpakking zo zie, dan denk ik van, nou, dan is die misschien zelfs wat donker. Wel heel bruinig ook. In plaats van gewoon een mooie neutrale of een beetje roze of peachy kleurtje, vind ik hem best wel donker. Maar tegelijkertijd 010 is voor mij meestal veel te licht bij Catrice in Essence. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik doe in ieder geval even een beetje van het product op mijn hand. Het ziet er zo uit. Ja, ik moet zeggen, als ik de kleur zo zie, zou het kunnen matchen, maar misschien ook totaal niet. Maar goed, nogmaals, let daar niet op. Ik heb deze product opgestuurd gekregen, dus het kan zijn dat de kleuren niet matchen. Maar we gaan gewoon even kijken naar hoe het product zelf werkt. Het is best wel een wat dikkere substantie natuurlijk, want het is dus een mousse. Oké, dit ziet er heel donker uit. Mousse foundation, wou ik zeggen. Ik heb in het verleden volgens mij, ja, toen ik echt nog best wel jong was en nog niet zoveel van make-up wist, heb ik wel eens een mousse foundation gebruikt. Maar ik moet zeggen, het voelt heel raar. Het is natuurlijk een veel dikkere substantie dan ik gewend ben. Want ik heb altijd liquid foundations. Ik heb ook niks met stick foundations. Dus ik ben heel benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Ik heb hem in ieder geval een beetje verspreid en ben een beetje bang voor de kleur als ik het zo zie. Als je bedenkt dat dit nummer 010 is, dan ben ik heel benieuwd hoe donker de andere kleuren zijn. Maar volgens mij hebben ze hiervan ook weer nog lichtere tinten. Net als bij de concealer. Ik ga in ieder geval beginnen hier zo op mijn kin. Ja, het verspreidt op zich voor zo'n dikke substantie best wel oké. Ik vind de kleur alleen niet echt matchen. Ik moet ook zeggen, nee. Oké, dit is niet mijn soort product. Ik vind hem gewoon te dik. Je ziet gewoon dat ook al ga ik er met mijn spons overheen, op de plekken waar ik net van die stipjes heb gezet, zie je het gewoon dat het daar ook nog wat dikker blijft. Misschien moet je het wel anders doen dan dat je het eerst zo verspreidt. Maar dat vind ik zelf gewoon heel erg makkelijk werken. Het is niet mijn soort product. Ik vind het gewoon te dik. Ik heb ook het idee dat ik het meer verplaats dan dat ik het daadwerkelijk in mijn huid werk. En qua dekking ook niet echt. Wat zegt hij daarover? Doet hij hier iets van, het is een mousse make-up met een lichte tot medium coverage. Oké. En het moet poreless effect zijn. Dus je moet geen poriën zien. Maar hij is dus licht tot medium dekking. Dat is zeker waar. Ik heb tot nu toe echt het idee dat de concealer die ik hieronder had meer dekking heeft dan dat de foundation heeft. En ik vind hem echt best wel lastig om dus te verspreiden. Ik vind het echt een best wel wat dikker product. Hoe langer die erop zit, hoe moeilijker het wordt. Normaal gesproken doe ik echt van dit soort deppende bewegingen. Maar je ziet het, dan gebeurt er gewoon niks. Dus ik moet echt gaan wrijven. Wat ook niet echt lekker is voor mijn huid. Misschien brengt dit makkelijker aan wanneer je het op iets van een stippling brush. En dat product op de stippling brush zelf doet. Dat zou ook nog kunnen. Maar ik hou van sponsjes. Ik hou van deze manier van aanbrengen. En dat werkt in ieder geval niet echt. Dat ik denk, yes. Oké, ik ben inmiddels echt al 10 minuten bezig. En nog steeds, ik blijf laagjes toevoegen omdat ik het gevoel heb dat hier de roodheid niet weg wil gaan. En bij mijn neus dekt het echt op de raarste manieren. Hier zo zit het echt heel cakey. En dan hier gewoon een rode plek van dat mijn huid er doorheen schijnt. En ik krijg het niet egaal. Daarnaast, als ik product aanbreng, dan breng ik hier product aan omdat ik hier zo'n rood plekje heb nog. En dan ga ik het aanbrengen en dan verschuift het gewoon de rest van de make-up mee. Dus nee, dit product vind ik in ieder geval helemaal niks. Wat betreft het poreless, die belofte doet hij natuurlijk ook dat je geen poriën moet kunnen zien. Nou, met mijn droge huid is dat absoluut niet het geval. Ik heb echt het idee dat hij juist alles extra laat zien omdat het een dikke substantie is. Ieder droog plekje wat ik heb laten zien, poriën, velletjes,
everything. Dus dit is voor mij echt een hele harde nee. Oké, ik heb alles even afgepoederd. Ik heb een bronzer, blush en highlighter aangebracht. Want daarvoor had ik natuurlijk geen nieuwe product. En dan is dit dus het resultaat. Ik moet zeggen, ik keek net eventjes in mijn highlighter paletten hier zo in het spiegeltje. Het spiegeltje is namelijk net even wat meer vergrotend dan dat mijn grote spiegel hier is. En toen zag ik echt alles zitten. Echt ieder klein dingetje wat er op mijn gezicht zit qua velletjes en poriën en weet ik het wat. Dus nee. Zeker als je een droge huid hebt is dit geen aanrader. Maar ik kan me sowieso niet echt voorstellen wanneer het wel een aanrader is. Nu is het in ieder geval tijd voor het volgende product. En dat is deze voor de wenkbrauwen. Dit is namelijk het Professional Brow Palette in 010 Light to Medium. Volgens mij hebben ze er twee uit mijn hoofd. Eentje Light to Medium en eentje Medium to Dark. En hier zitten dus twee highlighters in, 6 poeders en 1 wax. Dit is hoe het paletje eruit ziet. En als je hem dan open doet, zitten dus deze producten erin en een spiegel. Ik denk zelf dat ik voor de soft brown variant ga. Die vind ik er het mooist uitzien. En dan wel de wat koelere variant. Want ze zitten dus per 2 kleuren. En ik denk dat ik die kant ga pakken. Want die kant vind ik veel te warm. Dan wordt het echt een veel te oranje wenkbrauw. Maar ik denk op zich, ik weet niet zo goed. Ik vind het een beetje niet heel spectaculaire kleuren. Dus ik weet ook niet of dit voor heel veel meiden nou echt een goed palette zal zijn. Tot nu toe ben ik echt een fan van het kleine Catrice eyebrow kitje. Dus of die hierbij gaat tippen, weet ik niet. Ik heb in ieder geval mijn wenkbrauwen eventjes doorgekamd met een spoolie. Dan ga ik vervolgens gewoon met mijn wenkbrauwkwastje in dus die wat donkerdere, grauwere kleur van de twee. En daarmee ga ik door mijn wenkbrauw heen. Het ziet er wel uit alsof het een redelijke kleur is. Ik moet wel zeggen, ik gebruik altijd naast zo'n poederproduct ook mijn Anastasia Dip Brow. Omdat ik voor het beginnetje van mijn wenkbrauw een poeder genoeg vind. Dit gedeelte doe ik eigenlijk altijd met mijn Catrice wenkbrauw setje. Maar het staartje van mijn wenkbrauw heeft wat minder haartjes. Waardoor een poeder vaak niet genoeg dekking heeft naar mijn zin. Want dan kan ik het wel ermee invullen. Maar toch blijf je een beetje die open plekjes zien waar dan geen haartjes zitten. Dus daarom gebruik ik eigenlijk altijd daarnaast nog een ander product. Maar qua kleur ziet dit er wel gewoon echt prima uit. Ik denk een beetje vergelijkbaar met dat wenkbrauw setje dat ik dus altijd gebruik. Alleen wat ik wel jammer vind is, je gebruikt uit zo'n groot palet eigenlijk nooit alle kleurtjes. Dus ik zie daar niet helemaal de toegevoegde waarde van in. Want je gebruikt over het algemeen toch hooguit 1 of 2 kleurtjes. Dit is in ieder geval het effect van de poeder op mijn wenkbrauwen. Ik moet zeggen, het is gewoon prima. De poeder heeft een goede kleur. Wat dat betreft gewoon prima. Maar ik hou zelf gewoon van net wat heftiger aangezette wenkbrauwen. Dit is heel natuurlijk. Dus wat dat betreft, als jij bijvoorbeeld eerst begint met je wenkbrauwen bijtekenen, is het misschien wel ideaal. Verder gebruik ik eigenlijk nooit wax. Ik vind het ook helemaal niet fijn. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar de twee highlighters wil ik wel even voor je swatchen. Dat zijn namelijk twee verschillende tinten. Een beetje een goud kleurtje en een beetje een zilver kleurtje. Ik highlight eigenlijk bijna nooit mijn wenkbrauwbot. En dan zeker niet met zo'n kleur die echt glans erin heeft zitten. Eerder met dan een matte tint. Ik highlight wel graag mijn binnenste ooghoek. Dus dat ga ik wel eventjes doen. Ik gebruik daarvoor de wat goudere kleur highlighter. En die breng ik dus aan in de binnenste ooghoek. Dat maakt namelijk net eventjes je oogopslag een tikkeltje opener. En in dit geval ook warmer. Omdat het best wel een gouden highlighter is. Ik hoop dat het op camera goed overkomt. Al met al vind ik het zeker een fijn paletje. Hij doet wat hij moet doen. Als jij gewoon natuurlijke wenkbrauwen wil, is dit echt een topper. Maar ik zie de toegevoegde waarde van al die verschillende kleurtjes niet zo. Aangezien je er dus nooit allemaal gaat gebruiken. In dat opzicht vind ik toch het Catrice wenkbrauw setje veel fijner. Maar daarvan weet ik dat ze maar weer 1 variant hebben met 2 tinten. Dus dat is weer niet voor iedereen goed. Dus wat dat betreft is het misschien wel weer top dat ze meer varianten uitbrengen. Maar ik blijf toch liever bij dat losse kitje en dan dat ik deze ga gebruiken. Dan is het tijd voor een product waarvan ik heel benieuwd ben hoe ik dit op camera ga laten zien. Dat is namelijk deze Brush Ink Tattoo Liner Waterproof. Deze heeft tot 270 keer dat je hem kunt gebruiken blijkbaar. High precision and easy to control. Ik vind dit doosje er in ieder geval wel mooi en luxe uitzien. En het ziet er dus uit alsof het gewoon een pennetje is. Mijn favoriete eyeliner is eentje van Essence. Die heeft zo'n heel dun kwastje. Dat is de
liquid ink eyeliner van Essence in de Waterproof. Maar dit is dus echt zo'n pennetje. Het is echt wel een simpel zwart design. En dit is hoe de stift eruit ziet. Ja, eigenlijk best wel mooi en dun. Dus ik ben heel erg benieuwd. Een tattoo liner. Ja, dat zou eigenlijk wel echt heel erg zwart moeten zijn. Ik ga eventjes mijn spiegel een stukje dichterbij halen. En dan hoop ik dat ik niet te veel naar beneden ga. Want dat doe ik bijna altijd als ik eyeliner doe. Maar ik ga proberen het zo goed mogelijk te laten zien. Hij ziet er wel goed zwart uit. Oeh, ik ben helemaal vergeten om dat te laten zien aan jullie. Even kijken hoor. Ja, het ziet er wel echt uit als een mooie zwarte swatch. Wat ik dus eigenlijk op mijn ogen al had ontdekt. Maar goed, ik wilde jullie de swatch toch niet onthouden. Maar goed, we gaan aan de eyeliner beginnen. Ik weet niet of ik aan een wing ga beginnen vandaag, jongens. Daarvoor moet ik even kijken hoe fijn de eyeliner werkt. Want ik ben dus over het algemeen meer van de kwastjes in plaats van echt dit soort stiften. Dat vind ik op de een manier makkelijker werken. Het is maar net waar je van houdt. Ik weet dat heel veel meiden ook juist dit soort stiften fijn vinden. Maar tot nu toe is het in ieder geval mooi zwart. Ik zet even mijn spiegel voor jullie aan de kant, zodat de camera wat beter kan focussen. Maar dit is dus het resultaat op één oog van de eyeliner. Ik moet zeggen, voor een stift eyeliner kan ik er relatief goed mee overweg. Ik ga zo eens kijken of ik een wing ga proberen. Want daarmee kan ik het natuurlijk ook helemaal verpesten. Maar hij is heel goed zwart. Hij heeft best wel goed pigment dus daarmee. En ja, wat dat betreft vind ik het echt wel een goede eyeliner. Of die mijn andere zal overtreffen, weet ik niet. Omdat ik dat toch net even makkelijker vind werken. Maar als je op zoek bent naar een goede stift eyeliner, dan is dit echt een topper. Oké, ik was zo slim om te denken, ik ga een wing proberen. Nou, op zich kan het ermee, maar niet helemaal de beste wing die ik ooit heb gemaakt. Ik heb meer een soort van hangogen ervan gekregen voor mijn gevoel, dan dat het ze juist omhoog oplift. Hoe dan ook gaan we verder met de mascara. Dit is de Catrice Clean ID Volume Plus Lightening Mascara. En deze is 92% gemaakt van natuurlijke ingrediënten, helemaal vegan. Catrice heeft dit jaar echt een hele lijn uitgebracht uit de Clean ID lijn dus. Ook nagellakjes en dat soort producten, best wel veel natuurlijkere producten. Het merk is natuurlijk sowieso altijd al duur profijt geweest, maar nu zijn ze dus ook nog eens helemaal bezig met steeds meer natuurlijke ingrediënten, wat ik echt top vind. Deze mascara is dus vrij van microplastic, geen toegevoegde geuren, geen siliconen en geen olie. Dus dat is top. En daarnaast belooft hij je dus volume en lengte in je wimpers te geven. Dit is hoe de mascara eruit ziet. Het is echt een soort van hele simpele, clean uitstraling die hij heeft. Wat ook wel weer past bij de naam van de collectie. Ik vind het een toffe mascara. Over het algemeen wil ik wel graag volume. Lengte heb ik in principe al. Ik heb van mezelf best wel lange wimpers. Maar we gaan even kijken. Oh, het is best wel een wat dikker borsteltje, moet ik zeggen. Ik hou over het algemeen heel erg van siliconen borsteltjes. Met de naam Clean ID had ik al verwacht dat het niet zou gaan zijn. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe deze op mijn wimpers gaat zijn. Dus we gaan gewoon langzaamaan hier zo beginnen. Ik moet zeggen dat hij mijn wimpers heel erg goed separeert. Tot nu toe heb ik echt totaal geen last van dat hij ze aan elkaar plakt. Daarnaast moet ik wel zeggen dat ik hem weinig effect vindt geven. Hij geeft misschien wel lengte. Maar ik heb van mezelf al lange wimpers. Dus dat heb ik niet zozeer nodig. Maar verder, je ziet heel lichtjes dat ik mascara op heb. Maar het is niet dat ik denk, wauw, wat een mooi effect. Dit is dan het effect van de mascara als ik hem op allebei mijn wimpers heb aangebracht. En even wat moeite heb gedaan, wat meerdere laagjes. Ik vind het eigenlijk best wel mooi. Hij geeft inderdaad lengte. Hij separeert heel erg fijn. Wat ik echt heel erg top vind. Verder, ik vind het geen heel bijzondere mascara, maar het effect is zeker weten mooi. Ik weet niet of die daadwerkelijk mijn Glam & Doll mascara zal vervangen. Ik ben ook voornamelijk heel erg fan van Waterproof en volgens mij hadden ze deze niet waterproof. Eigenlijk een prima mascara ook weer. En ik vind het vooral heel erg tof dat deze dus zo natuurlijk is. En dan gaan we de look afsluiten met twee nieuwe lipsticks. Dit zijn de Catrice Full Satin Lipsticks. En ik heb de kleurtjes 020 en 070 ontvangen. Ik vind de hulzen heel erg mooi. Dit is een beetje zoals de matte lipsticks die ik vorige keer ook testte. Die vond ik ook heel erg mooi. Ze hebben echt een mooie, beetje geometrische verpakking of zo. Als eerste heb ik hier in ieder geval 020 Full of Dreams. Dat is deze kleur. Een hele mooie lichte nude-achtige tint.
En als tweede de kleur 070 Full of Love. En dat is deze. Een beetje rood, oranje, roze. Echt heel erg mooi. Ik denk dat ik deze ook heel erg tof vind staan. Maar ik ga beginnen met de nieuwe tint. Hij ruikt een beetje zoetig. Niet zozeer vanille, wat heel veel lipsticks hebben. Ik kan het niet zo goed plaatsen. Het is ook geen extreme geur. Dus het is niet dat je denkt van wow, hij overweldigt heel erg. Als ik dit ga aanbrengen, dan hangt die geur echt direct in mijn neus. Zo erg is het niet. Maar ja, we gaan even. Oeh, hij voelt heel zacht aan op mijn lippen. En zo staat nummertje 020 dus op mijn lippen. Ik moet zeggen dat het een hele mooie kleur is. Ik denk dat het ook een kleur is die heel veel meiden zal staan. Het is niet iets waar ik gelijk helemaal warm van word. Het is niet dat ik denk, wauw, deze ga ik er echt heel vaak bij pakken. Nee, maar hij is wel heel erg mooi. Hij voelt fijn aan op de lippen. Hij heeft inderdaad die satin finish, dus een beetje glanzend, maar niet extreem glanzend. Ja, echt wel heel erg mooi. En ja, fijn op de lippen dus. En dan gaan we dus door met nummer 070. En zo ziet deze eruit op mijn lippen. Ik moet zeggen, ik had hem verwacht als wauw, deze vind ik echt geweldig. Maar dat is het helaas niet. Het is een hele mooie kleur, maar net niet mij of zo. Hij staat wel. Ik vind hem alleen wat verder dan wat ik had verwacht. En ja, ik weet niet. Die glans is voor mij hem gewoon net niet. Als deze mat was geweest, had ik hem waarschijnlijk nog 10 keer toffer gevonden. Maar goed, het is een satin finish, dus dat hadden we kunnen verwachten. En dan was dit alweer de look met alle nieuwe producten die ik heb mogen ontvangen. Er zijn natuurlijk nog veel meer producten. Mooie nieuwe producten voor het gezicht. Mooie oogschaduwpaletten. Maar dit was de collectie die ik jullie dit keer even wilde laten zien. Misschien wat meer basics. Dus ook wel leuk om misschien een nieuwe favoriete mascara of eyeliner te ontdekken. Want ik moet zeggen, behalve de foundation, heeft niks me teleurgesteld. Het wenkbrauwpaletje was niet echt mijn ding. Maar verder, alle producten werken gewoon prima. Behalve dus de foundation. Daarvan kan ik me niet voorstellen waarom je hem zou willen hebben. Maar de rest van de producten vind ik echt top. Dus Catrice heeft weer heel erg goed zijn best gedaan met deze nieuwe assortiment update. Ik ben heel erg benieuwd welke producten van het nieuwe assortiment jij graag wil gaan proberen. Zijn er bijvoorbeeld producten die je in deze video hebt gezien waarvan je denkt, die moet ik hebben? Of waarvan je denkt, nou, dat is in ieder geval niet iets wat ik wil hebben. Laat het vooral weten in de reactie. Vind ik heel erg leuk om te lezen. Vergeet je ook zeker niet hieronder gelijk te abonneren op mijn YouTube kanaal. Het is gratis en je helpt mij daar heel erg mee. Daarnaast zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. Want ook daarmee support je me. En dan zie ik je heel erg graag terug bij een volgende video. Doei doei!